Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van oktober bespreken. Dit is het mandje. Voor mij is het ook alweer een klein beetje een verrassing wat er allemaal in zit, want ik ben heel eerlijk. Van de laatste week van oktober weet ik het dan nog wel. Maar gaan we eerder de maand in, weet ik het niet zo goed meer. Maar goed, ik ga je vertellen welke producten ik heel erg fijn vond en waarom. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete producten van de maand oktober, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een kwastenset. Het is de kwastenset van Morphe en deze wordt geleverd in een etui. En dit zijn kwasten voor het gezicht. Ik heb de laatste tijd heel erg veel geïnvesteerd in nieuwe kwasten voor het gezicht. Omdat ik jaren geleden afscheid nam van mijn vertrouwde HEMA kwastjes. Die ik met heel veel plezier heb gebruikt. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon dat de kwaliteit minder was. Toen ben ik overgestapt op Real Techniques en Echo Tools. En dat zijn ook super fijne kwasten. Die gebruik ik echt super veel. Maar ik merk soms wel eens dat als ik een kwast heb gewassen, dat die soms nog een beetje vochtig is. En dat ik dan denk, oeps, wat ga ik nu gebruiken om mijn make-up aan te brengen, omdat het dus niet altijd makkelijk droogt. En vooral nu in deze tijd, het is koud. Ik leg ze altijd wel op de verwarming neer, dus ik wilde er heel graag een andere kwast bij hebben. Die heb ik gevonden. En dit zijn 5 kwasten. Ik heb hier allereerst een soort stippling brush. En hiermee kun je dus heel fijn ook je foundation aanbrengen. Heeft een beetje een witte bovenkant, maar voelt heel zacht aan. En er staat heel mooi het Morphe logo op. En deze kwasten zijn heel makkelijk ook om schoon te houden. Dus dat is echt een heel groot pluspunt. En je kunt ze dus opbergen in de etui die meegeleverd wordt. Dan heb ik een wat ronder kwastje. Deze is ook heel erg fijn voor blush. Vind ik deze zelf. Dus dat is echt ideaal. Heeft eigenlijk ook een beetje dat wittige. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Nou, deze vind ik bijvoorbeeld heel erg fijn voor poeder. Is ook iets smaller. Mijn andere poederkwasten zijn wel iets breder. Maar op zich kan je hier ook prima je poeder mee aanbrengen. Ik laat het zien zoals ik denk dat ik het zou gaan gebruiken. Je kunt natuurlijk je kwasten op je eigen manier indelen. Het is niet zo dat je deze dus speciaal voor poeder moet gebruiken. Maar ik kies hem dus. Ik gebruik deze dus voor poeder. Dan heb ik deze kwast. En die vond ik ook heel erg handig voor mijn bronzer aan te brengen. Ik heb deze ook al gebruikt. Dat kun je ook zien, want deze is ook al gewassen. De andere nog niet. Maar deze dus wel, want die vind ik ook super fijn. En dan heb ik een wat kleiner kwastje. En die vind ik ideaal voor highlighter. Deze zijn dan gewoon wit. Maar die is gewoon heel makkelijk om te highlighten, vind ik zelf. Dus je kunt gewoon heel makkelijk zo er lekker in. Vaak omdat highlighters een wat kleiner pennetje hebben, is dit gewoon ideaal. Iemand steekt hier nu zijn poot in dit etuietje. Maar dat is dus allereerst deze kwastenset van Morphe. Ik zet hem even hier neer, zodat de kat niet weer erin gaat zitten. Dan heb ik een poeder van Essence. En dit is de All About Matte Fixing Loose Powder. Ik had deze al in een gewone variant. De vaste poeder, zeg maar. Maar ze hadden dus ook een losse variant. En deze is dus ook heel erg geschikt om te baken. Dat vind ik zelf wel heel handig. Ik vind alleen, ik ga hem wel even opendraaien, maar ik ga hem niet heel schuin houden. Kijk, hij zit gewoon afgedekt met zo'n dingetje. De gaatjes hierin, die zijn best wel klein. Dus er komt niet heel veel poeder uit. Je zou bijvoorbeeld ook die plastic bovenkantje eraf kunnen halen. Maar deze poeders zijn iets minder geschikt om mee te nemen. Maar ik vond het wel een hele fijne poeder. Vooral ook om mee te baken. En hij maakt het gezicht gewoon heel mooi mat. Maar mocht je dus niet zo van loose poeders houden. Ze hebben hem dus ook in een vaste variant. Ik vraag me alleen inmiddels af of die nog te koop is. Ik heb hem zelf al jaren. Maar ja, zoals ik weet is hij er dus in 2 varianten. Ik vind hem heel erg fijn ook. Omdat ik er nog wel eens voor kies om te baken. Dan heb ik een prachtige highlighter van Revolution. En dat is deze. Ik vind altijd die gouden accenten op die verpakkingen zo mooi. Dit is de Just My Type. Deze komt uit de Highlighter Reloaded collectie. En dit is dus een hele mooie highlighter. Kijk, heeft ook een hele mooie binnenkant. Die sprak mij heel erg aan. Ik zal hem even voor je swatchen. Hij kwam op het gezicht heel mooi tot zijn recht.
ga hem even op mijn hand doen. Dan is dit de highlight. Je ziet hem heel erg mooi shinen. Je kunt hem meer opbouwen. Dus je kan er nog een laagje overheen doen. Maar je kunt hem echt heel erg mooi opbouwen. Ik vond op de swatch dat hij misschien iets minder tot zijn recht kwam. Maar gewoon op het gezicht was hij echt prachtig. Dus ik vond dat echt een super mooie highlight. Ja, ik heb echt deze voor een paar euro kunnen kopen. Omdat toevallig het Revolution merk bij de trekpleister eruit ging. Maar ik was heel erg blij met deze. Die ga ik met heel veel liefde gebruiken. Want ik vind hem echt fantastisch. Even kijken hoor. Dan heb ik Liquid Lip Balms. Ik had hier verder nog geen ervaring mee, maar deze zijn van Catrice, komen uit de Powerful 5 lijn. En dat zijn deze. Deze lipbalsams bevatten hyaluron, vitamine E, chia butter, green tea en goji berry. Het is eigenlijk zo dat deze dus je lippen verzorgen, maar dus eigenlijk ook een heel mooi kleurtje en een soort glanzend laagje achterlaten. Dus ja, juist in de dagen dat je dus hele droge lippen hebt en je toch wat op je lippen wil hebben, is zo'n liquid lipbalm echt fantastisch. Nou ja, ik had er zelf dus nog geen ervaring mee, maar het is me wel heel goed bevallen. Ik heb hier allereerst de kleur 070 Luminous Grapes. Ik zal ze ook even voor je swatchen. Ze hebben trouwens gewoon zo'n applicator die je ook vaak bij lipgloss ziet, dus dat is niet heel speciaal. Dit is dan de 070. Heel mooi donker kleurtje, maar je blendt ze natuurlijk nog heel erg mooi in. Dan heb ik hier de 010 en dit is Glossy Apricot. Zo'n wat zachter kleurtje, ook wel heel erg mooi hoor, moet ik zeggen. Dus die doe ik er eventjes naast. Kijk, dat is dit kleurtje. Ja, ik vind hem fantastisch. Ik was heel erg onder de indruk van deze lippenbalsems. Dan hebben we hier de 020 Pearly Peach. Die is wat lichter. Maar geeft vooral een hele mooie gloss. Je ziet hem op je lippen, de kleur niet heel erg mooi terug. Maar wel die hele mooie glans. Dat vond ik echt top. De laatste kleur die ik heb, dat is de 060 Fresh Calberry. En dat is deze. En die, ze hebben niet een hele lekkere geur hoor, moet ik zeggen. Dat is wel wat minder. Het ziet er zo uit. Dus dit zijn dan die liquid lip balsams. En ik vond ze echt fantastisch. Ik kan ze echt zeker aanraden, want ze zijn echt geweldig als je het mij vraagt. Ik ga hier heel veel gebruik van maken deze winter met mijn droge lippen, moet ik zeggen. Dan heb ik een gel eyeshadow paletje van Savron. Ik heb deze jaren geleden al eens gekocht en ik heb er nu eindelijk wat mee gedaan. En dit zijn eigenlijk glitterpigmentpoeders. En ik was in eerste instantie een beetje sceptisch, want ik wist niet of dit wat zou zijn. Maar ik ben eigenlijk toch wel heel erg overtuigd, want ik vond het resultaat echt heel erg mooi. Dit zijn de kleurtjes. Ik zal er even een paar voor je swatchen. Het is er eventjes wennen om hiermee te werken. Want het zijn vrij zachte oogschaduwtjes. Maar kijk dit pigment. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt heel erg verrassend. Ja, zoals ik zei, ik had het niet direct verwacht. Over het algemeen zijn het vaak een beetje producten die je beter een beetje enkel kan gebruiken. Ik heb er uiteindelijk wel voor gekozen om ze samen te gebruiken in een mooie look. Maar ik was hier wel heel erg enthousiast over. Niet verwacht, maar dan kan je toch heel erg verrast worden door een palette. Dus hier was ik ook heel erg blij mee. Dan heb ik een hele fijne primer van Catrice. Het is de One Step Skin Perfector. Deze heeft verzorging, maar is ook een primer. Heeft een softe tint en SPF 20. Ja, eigenlijk heb je gewoon meerdere stappen in één product zitten. Ik vond hem zelf heel erg fijn. Heeft ook een fijne opening. En ik zal het even laten zien. Kijk, hij zou dus, zo ziet hij er dan uit. Het is niet dat er echt kleur van afkomt, vind ik zelf. Bij mij zag ik het niet echt. Ik vond hem gewoon vrij licht.
ja, soft tint, zegt hij. Ik moest er zeker nog wel een foundation overheen aanbrengen. Maar ik was wel heel erg verrast door deze primer. Ook vooral omdat hij veel verzorging biedt. Dus ik vind het dan ook... Ja, mijn gezicht is de laatste tijd best wel droog. En deze primer die heeft wel echt erbij voorbijgedragen dat mijn huid ook wel echt heel fijn aanvoelde met make-up erop met deze primer eronder. Dus daar was ik ook wel heel erg blij mee. Dan heb ik een oogschaduwpaletje van Max & More. Dit is de kleur 502 Strijken Poos. Ik heb hem nog even in het doosje zitten, zodat je kan zien hoe hij eruit ziet. Dit is een quattro paletje waar dus meerdere kleurtjes in zitten. De kleurtjes zijn best wel mooi op elkaar afgestemd. Dit is het doosje. En dan heb je dus vier kleurtjes. Er zit zelfs een heel klein mini applicatortje bij. Maar dit zijn dan de kleurtjes. Ik vond best wel dat je hier een hele mooie look mee kan maken. Hij is natuurlijk heel neutraal. En ja, dat verbaasde me wel. Dit zijn swatches. Het zijn wel kleurtjes waar je van moet houden. Aangezien het nude weer meer terug lijkt te komen, past het wat dat betreft wel goed er weer bij. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen een beetje klaar zijn met nude. Omdat dit jaren geleden al zo'n hype was en het blijkt nu wel weer meer terug te komen. Maar voor de prijs die ik voor het paletje heb betaald, was ik toch wel heel erg onder de indruk. Omdat die eigenlijk gewoon best wel heel erg goed is en eigenlijk helemaal niks kost. Want hij komt gewoon bij de Action vandaan. Ik ga eventjes een beetje zoeken hoor. Ik heb namelijk een aantal verzorgingsproducten uit een trendeditie van Essence. Dit is namelijk de Golden Care More collectie. En ik heb hier allereerst een Caring Eyebrow Serum. Dit is een serum voor je wenkbrauwen. En ik had dit letterlijk echt nog nooit gebruikt. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik vond hem zo fijn. Het ziet er zo uit. Ik ga deze niet swatchen, want dat heeft geen zin. Hier zitten hele kleine peelingdeeltjes in. Die breng je aan rondom de wenkbrauwen. En die laat je even intrekken. En daarna kun je het eraf halen. En dit zou, ja, dan zijn je wenkbrauwen die... Ja, eigenlijk alle dode huidcellen zijn dus weg, boven en onder je wenkbrauw. En daar was ik echt zo van verrast. Ik vond het gewoon echt een heel erg fijn product. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik ook een Caring Eyebrow Fixing Gel. En dat is deze. Heeft hij nog een naam gekregen? Ja, 01 Brown Chica, Brow Chikiwawa. Oh zo ja, ik weet het alweer. Trouwens, de scrub had ook een naam. Dat is de 01 Welcome to the Scrub Club. Maar goed, ik vind de verpakking in ieder geval al heel erg mooi. En ja, dit is gewoon zo'n product wat je wenkbrauwen in vorm houdt. Heeft gewoon zo'n applicatortje. En als je je wenkbrauwen dan hebt gedaan, dan breng je deze eroverheen aan. En blijven ze gewoon eigenlijk de hele dag mooi op zijn plek zitten. En dat deden ze ook echt. Dus dat was natuurlijk een groot pluspunt. Dan heb ik hier een brow serum. En hier was ik ook zo van onder de indruk. Deze heeft de naam 01. Ik kan het bijna niet lezen. Caring on the Growing. Deze zou ervoor zorgen dat ook je wenkbrauwen sneller gaan groeien. Nou, dat is voor mij niet echt nodig. Want ik kan je heel eerlijk zeggen, ik heb... al best wel volle wenkbrauwen en ze hoeven voor mij niet voller te worden. Maar ik vond het wel gewoon een heel fijn product om eerst aan te brengen voordat ik mijn wenkbrauwen ging doen. Ik heb hem, dit is het kwastje, hij is heel fijn en klein. Ik heb deze gewoon aangebracht voordat ik mijn make-up ging doen. En tegen de tijd dat eigenlijk mijn wenkbrauwen aan de beurt waren, was dit product goed ingetrokken en kon ik ze gewoon heel erg mooi gaan kleuren. Ik had ook het idee dat mijn wenkbrauwkleur wat donkerder werd toen ik deze had aangebracht. Ja, ik vind het gewoon wel fijn dat je een extra stap hebt voordat je je wenkbrauwen gaat inkleuren. Een heel fijn serum. Dan heb ik ook twee producten die stonden bij deze lijn, maar zitten in het vaste assortiment. En dat is allereerst dit brouwmasker. En dat is deze. En deze zou er ook voor zorgen dat je geen ingegroeide haartjes krijgt bij je wenkbrauwen. Heel fijn, deze kun je gewoon 's nachts aanbrengen. Het is ook een overnight brouwmask. Dus die breng je aan voor je gaat slapen. En de volgende dag heb je gewoon eigenlijk hele zachte wenkbrauwen.
Vond ik echt heel erg fijn. Heeft ook een best wel fijn applicatortje waar je prima het product mee aan kan brengen. Ik ga hem zeker nog heel vaak gebruiken, want ik vond het echt een heel erg fijn product. Het laatste product uit die lijn, dat is de Aftershave Brow Roller. Maar ook deze zit in het vaste assortiment. Dit is een product. Die heeft een ronde bovenkant. En als je die dus, als je net je wenkbrauwen hebt geëpileerd of je ze hebt geschoren of hebt gewaxt, dus net wat je wil, kun je nog wel eens van die rode plekken overhouden die zeer doen. Nou, als je dit product eroverheen aanbrengt, vooral door die bolling wordt het heel erg cool, verzacht het meteen en voel je eigenlijk de pijn bijna niet meer. En dat vond ik echt heel erg goed. Ik was eerst een beetje sceptisch, maar het product heeft zich zeker bewezen. Dus ja, heel erg enthousiast ook over deze. Dus deze twee zitten in het vaste assortiment van Essence. Deze producten weet ik niet of ze nog verkrijgbaar zijn. Misschien nog in een uitverkoopbak. Maar goed, dat ja, was weer even een trendeditie. Dan heb ik twee lippenbalsems van de Action van Max & More. Die zaten ook in een hele leuke verpakking. Die heb ik er eventjes bij om te laten zien. Die kon je toendertijd, ik heb ze met kerst gekocht, kon je ze ook, hij gaat aan de rol, in de kerstboom hangen. Dit zijn gewoon lippenbalsems, de Lovely Lip Balms. En ze hebben ook een licht kleurtje, vooral deze. Ik ga eerst even die andere pakken. Het zijn dus eigenlijk twee balletjes die me een beetje doen denken aan de EOS Lip Balms. Maar ja, ze zien er dus zo uit. Kijk, best wel rond. Hebben ook een heerlijke geur. Kijk, dit is dan die roze. Je ziet hem nu niet heel erg, want het is echt een heel licht kleurtje wat hij afgeeft. Roze, paars is het eigenlijk meer. Maar ik vond wel dat mijn lippen er heel erg verzorgd door werden. Ze voelden heel erg lekker zacht aan. En dat vond ik heel erg fijn. En ik heb dus ook een wat lichter kleurtje. Dat is deze. Nou, deze zie je gewoon bijna niet hoor. Want ik kan hem wel even swatchen. Heeft hetzelfde bolletje. Ja, die zie je echt gewoon niet. Maar het zijn hele fijne lippenbalsems. En ja, ik hou wel van dit soort lippenbalsems. Vooral nu in de winter. Lippenbalsems en ik zijn de beste vrienden. Want ik blijf smeren en smeren en smeren. En ja, ik gebruik het gewoon heel veel. Dus die vond ik ook heel erg fijn. Dan heb ik nog een product van Essence. En dit is het Hello Good Stuff Face Serum. Nou, nu ik zo'n droge huid heb, ben ik heel erg blij om wat meer serums te gebruiken. En dit is een Hydrate and Glow. En hier zit een pineapple extract in. Zit in zo'n flesje. Er zitten dus geen microplastic deeltjes in. Geen parabenen, mineralen, olie en siliconen. Het product breng je aan door middel van een pipetje. Dit is dus eigenlijk een serum. Dus deze zou je nog weer aan kunnen brengen voor je primer. Dus eigenlijk het lekkerste is gewoon na je dagcreme dit aan te brengen. Hij ruikt zo lekker. Nou, ik kan eventjes een druppeltje op mijn hand doen. Het is best wel een beetje jelly, kijk. Dus je kunt hem heel makkelijk insmeren. Maar mijn gezicht die voelde ook gewoon heel erg fijn aan met dit product. En dat komt echt wel omdat hij ook gewoon totaal geen delen verder bevat. En dat vond ik echt wel heel erg fijn. Dus ja, ik vind die producten uit die Hello Good Stuff line echt over het algemeen heel erg fijn. Zijn ook gemaakt van 97% natuurlijke ingrediënten. Ik zag geen glow hiervan, maar mijn gezicht werd wel heel lekker gehydrateerd. En dat vond ik dan belangrijker dan die glow, moet ik zeggen. Dan heb ik nog drie lipsticks van de Only One line. En deze zijn van Rimmel. Komen bij de Action vandaan. Dat kun je zien, want deze zitten in een verpakking. Ik ga ze er natuurlijk eventjes uithalen, want anders dan kunnen we ze niet bekijken. Ik doe ze altijd nog even terug in de verpakking, voordat ik het ook in de video nog eventjes kan laten zien. Maar goed, dat hoeft nu niet meer. Ik heb hier allereerst de kleur 810. Dit is One of a Kind. De verpakking is verder helemaal hetzelfde zoals je hem ook bij de drogist zou kopen. Het kunnen wel kleuren zijn die bijvoorbeeld niet meer te koop zijn. Maar ik vond het hele mooie fijne kleuren. Ik vind de geur van deze lipsticks ook zo lekker. Oh, heerlijk. Ze lopen een beetje rond af. En dan is dit de lipstick. Hij blijft gewoon heel mooi zitten op de lippen en voelt heel fijn aan. Ik ga hem swatchen. Dat is deze kleur. Mooi rood. Ja, ik hou ervan natuurlijk. Dus ja, dat is niet echt nieuws meer.
hele fijne lipsticks. Ik heb ze al vaker gereviewd. Je hebt ze al vaker in video's voorbij kunnen zien komen. Maar ze zijn gewoon geweldig. Dan heb ik hier een wat zachter kleurtje. Dit is de 720 I Dare You. Vind ik ook wel leuk dat ze hier zo'n gekleurde lijn hebben gemaakt. Zodat je al een beetje kan zien wat de kleur is. Die ziet er zo uit. Even swatchen. Die is wat zachter, maar evengoed wel heel erg mooi. Echt een hele prachtige lipstick ook. En even kijken, de laatste kleur natuurlijk. Dat is deze. En dit is de kleur 710 Easy Does It. Hele mooie kleur ook. En dat is deze. Ja, ik vind het gewoon hele draagbare, mooie kleuren. Ik word er ook heel erg blij van. Het is bij de Action dat het is nooit echt dat ze standaard hebben. Maar je moet gewoon af en toe even kijken of ze er zijn. En als je ze dan mooi vindt, kun je ze meenemen. Ik geloof dat ze nog geen 2 euro zijn als ik het goed heb. Dus het zijn echt hele fijne lipsticks die heel lekker ruiken en ook goed op zijn plek blijven zitten. Dan heb ik een oogschaduwpaletten van Essence. En dit is het Out in the Wild Eyeshadow Palette. Dit is de groene variant. Die heet 2 Don't Stop Believing. Een heel mooi oogschaduwpaletten. Een beetje een jungle-achtig geheel krijg je ervan. Er zit een spiegel aan de binnenkant. En die lopen ook door. De kleuren, zeg maar. Als je heel goed kijkt. Ik ga even het blaadje loshalen. Zie je dat in sommige een blaadje zit gedrukt. Hier zit een blaadje gedrukt. Ik hoop dat hij dat een beetje goed laat zien. Hier bijvoorbeeld in deze zit een blaadje gedrukt. Hele mooie oogschaduws. Het zijn een beetje wat bruinachtige kleuren. Dus het is op zich ook nog best wel veilig. Je moet er wel van houden. Je ziet af en toe een beetje een groen tint. En ik had zelf misschien wat meer groen verwacht door de jungle. Maar ik vond het hele mooie kleuren. Er zitten matte en shimmer kleuren in. Ik zal er even een paar voor je swatchen natuurlijk. We pakken ook eventjes een paar matte en glanzende kleuren. Dit is het pigment. Op het eerste moment denk je misschien, nou, dat valt een beetje tegen. Maar als je ze op je ogen gaat aanbrengen, is het pigment echt wel heel erg goed. Want ze blenden heel goed in. Je kunt ze heel mooi opbouwen. En dat is altijd wel een pluspunt, vind ik, bij oogschaduw. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd naar de roze variant. Die heb ik ook nog liggen. Die wil ik binnenkort ook testen. Maar ik vond de groene variant zeker ook heel erg mooi. Ook omdat het ja, meer wat gewaagder is. En ik hou daar wel van. Als je mij al langer volgt, weet je wel dat ik een beetje van de gewaagde kleuren ben. Dan ben ik toe aan het laatste product. En dat is ook een oogschaduwpalet. En is het Clamping Squad 9 Color Eyeshadow Palette. Dit paletje komt bij de Action vandaan. En hij ziet er al heel erg schattig uit. Op de achterkant zie je ook de kleuren. Het is dus eigenlijk een campertje met, kijk die gordijntjes ook op die spiegel, fantastisch. Dit zijn de kleuren. De namen staan erboven, vind ik heel erg leuk. Het zijn zulke mooie kleuren die ook zo mooi weer uitblenden. Ik ga er weer even een paar voor je pakken. We gaan ook lekker voor wat felle kleuren. Kijk, dit is de pigmentatie. Ook hierbij op de hand komt het iets minder strak over als in het echt. Want ik was in het echt zo verbouwereerd door de pigmentatie van die kleuren op mijn ogen. Ik dacht echt, wauw. Dus de kleuren blenden mooi in. Het zijn gewoon, ja, het zijn wat meer roze tinten. Je moet ervan houden. Maar ik vond het echt fantastisch. Dus echt ook weer een prachtig palette. Ik geloof dat dit paletje 3 euro kost. Dus ook heel erg leuk voor als je net begint met make-up bijvoorbeeld. Dan waren dit alweer alle producten van de maand oktober. Veel getest. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ben ook wel blij dat ik dit nu allemaal weer aan mijn stash kan gaan toevoegen. Want dan kan ik het lekker vaak gaan gebruiken. En dan kunnen de nieuwe producten voor november weer in het mandje. Ik ben benieuwd of jij een van deze producten alles hebt getest. Of dat je benieuwd zou zijn naar een van deze producten. Ja, ik word er in ieder geval weer super blij van. En ja... Het zijn gewoon stuk voor stuk hele fijne producten. Ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt.
Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!